Vanaf het AFAS trainingscomplex, waar een duel tussen twee jongploegen op het programma staat. Jong AZ tegen Jong PSV. Beide verloren de eerste wedstrijd van het seizoen dik. Allebei met 6-1. Er zijn wat mensen aanwezig op het trainingscomplex. Het belangrijkste is dat beide ploegen aanwezig zijn en dat ze zich beide willen gaan revancheren. En hij komt kijken naar zijn zoon natuurlijk. Naar Maxime Gullit, centraal achterin bij Jong AZ. Dekkers, Koopmeiners. Daar Maxime Gullit en dit is Franke. Die op de plek speelt van Kenzo Goudmijn. Dit is een goede bal. Tabouni met de eerste kans van de wedstrijd. Nee, want hij kiest ervoor om de bal af te leggen. Krijgt hij nu een herkansing. Buitenom, lukt ook niet. Binnendoor, tussen de stokken door van de tegenstander. Is ook geen succes. Daar had, zo leek het in ieder geval, meer in gezeten voor Mo Tabouni. Die in ieder geval niet zelfzuchtig was. Maar dat heel misschien wel had moeten zijn. Dekkers. Goeie bal. Helemaal naar de andere kant. Ook goed gecontroleerd. Bal voor Tabouni. En dan is het wel raak. Eén kansje nodig om er even in te komen. Mo Tabouni. En nu, na goed werk van Des Kunst en een goede paas opnieuw van Quinten Dekkers, Tabouni. Sterke openingsfase van Jong AZ. Dat was met risico van Sambo. Tabouni, vrije trap, Jong AZ. Op een mooie plek. Overtreding Matuta. Mo Tabouni. Over de muur, maar ook over het doel. Balverlies Tabouni. Op zich goed gedaan door Krekels. Alleen het vervolg laat nog iets te wensen over. Vijf keer eerder speelden ze tegen elkaar. Keurig verdeeld. Allebei twee keer gewonnen, één keer werd het gelijk. De laatste drie ontmoetingen. Verloor Jong PSV niet. Gemmel naar Margaret. Hens, zeggen ze bij Jong AZ. Gemmel heeft alsnog de bal. Er staat daar wel tussen drie van Jong PSV in. Dan de vlag omhoog. Leken er een paar bij Jong AZ aan een hensbal te denken. Het is lastig te zien. Gullit naar Gemmel. Margaret. Sterk gedaan. Margaret doet het dan maar zelf. Afzwaaien. Maar het idee was niet onaardig. Ledesma. Dan kan PSV eindelijk eens aan een aanval gaan denken. Als het wat mensen mee naar voren heeft. Sambo. Ledesma. Tiemann. Matuta. Schoonbrood. Saibari al naar de andere kant, maar op het hoofd van een AZ-speler, Tabouni. En dan alsnog de schietkans voor Matuta in de handen van Hobby Verhulst. Kunst, goede bal. Oosting, maar de vlag omhoog. Ja, het is bijna niet te zien. Die rechtervoet van de Haas kan wel eens ervoor zorgen dat dit een beslissing op het randje is, letterlijk en figuurlijk.
Touré naar Saibari, weer terug naar Touré, die is er nu voorbij. Touré, Saibari legt hem klaar voor Ledesma, die moet hem nog even goed leggen. Ledesma, lekker schot. En de vingertoppen van Verhulst. Goeie actie Touré. Op zich ook een goede voorzet, prima klaargelegd. Dan heeft hij nog net één balcontact nodig. Hij zit ook gewoon een goede redding van Verhulst. Saibari, ja. Dat is het meest oplettend van iedereen. Timan. Ah, is goed gedaan. Schoonbrood ontwijkt Franken. Ledesma. Sambo gaat in één keer meegeven. Dat is goed gedaan. En dit is een strafschop voor Jong PSV. Al beweren ze bij Jong AZ dat de bal werd gespeeld. Gemmel, de debutant, is de dader in de ogen van Dreugen. Glijdt daar als eerste op de bal. En dan neemt hij bij het doorglijden Sambo wel mee op de hak. Daar kun je een strafschop voor geven. Ledesma staat inmiddels klaar voor de strafschop. Komt zo dadelijk 1 minuut blessuretijd bij. Ledesma en Verhulst zit er nog aan. Maar Jong PSV op gelijke hoogte. Hij zat in de goede hoek, Hobby Verhulst. Maar de strafschop is vrij hard en vrij onberispelijk van Ledesma. Schoonbrood, Sambo. Saibari. Schoonbrood, Ledesma. Sambo. Hier zit lekker tempo in. Dat is goed gespeeld van Jong PSV. Touré uiteindelijk. Schoonbrood weer aan het hannissen met die schemerschermers. Oh, balverlies van Dekkers. En dan is hier de goal van Saibari. Slordigheidje bij Jong AZ. Afgestraft door Saibari. Zijn eerste voor PSV. Voor Jong PSV. Tekort van Tabouni. En Saibari nu. Is snel. Saibari. Met Jacobs. Mooie beweging van Saibari. Schitterende beweging van Saibari. En net voorlangs geschoten. Knappe actie zeg. Van Ismaël Saibari. Lijkt zich een beetje vast te draaien daar. Dan is dit geweldig hoe die Jacobs aan de kant zet. Nog steeds meer balbezit voor Jong AZ. Je hebt toch het gevoel dat de wedstrijd wel gekanteld is in de tweede helft. Dat Jong PSV veel beter uit de kleedkamer is gekomen. Saibari net een beetje te hard, die paas van Krekel. Nu Kunst namens Jong AZ. Koopmeiners. Oosting heeft de bal nog. Oosting. En daar is Kunst. Daar is niet de 2-2. Want daar zit De Lange er nog aan. Goed gecombineerd. Oosting naar Kunst. En een goede redding hoor van Maxime De Lange. De wedstrijden van Jong AZ vallen vaak veel doelpunten. Minimaal 3 in de laatste 6 wedstrijden. Dit mag verder. Saibari. Nu kiest hij wel voor een medespeler. Maar hij ziet te hard voor Timan. Touré. Samen met Sambo. Ledesma. Touré, mooie beweging. Kunst uitgespeeld. Ledesma, Touré. Dit is heerlijk gecombineerd. Touré en de redding van Verhulst. Mooie aanval van Jong PSV. Heerlijke dubbele 1-2 van Touré en Ledesma. Sambo door de benen bij Gemmel en ook nog bij Touré. Heerlijk gevoetbald. Touré terug naar Sambo op de achterlijn. Terugleggen. Tabouni haalt net op tijd weg. De Haas. En daar is Saibari met zijn tweede. Vlag blijft naar beneden. 3-1 Jong PSV. Weer heilige vierde man. Het begon bij die prachtige combinatie Touré en Sambo aan de rechterkant. Dan haalt Tabouni hem nog weg. Maar brengt de Haas hem opnieuw in. Is dit een fabelachtige assist. Onbedoeld op Saibari. Geweldig gedaan. Is het schoonbrood? En is het bedoeld? Hoe dan ook. De bal komt bij Ismaël Saibari. Die zich uiterst doeltreffend bewijst hier.
Hier is de kans voor Griffith. Nadat de Haas mis zit, vindt hij hem ineens voor zijn voeten. Iman Griffith. Lange bal van Gullit. Lijkt eigenlijk geen probleem te zijn voor de Haas die twee koppen groter is dan Griffith, maar de bal volledig mist. Ja, en is dit het doelpunt. Saibari met zijn hattrick. Dankjewel. Wat geeft AZ en in dit geval ook die ervaren Verhulste dan weg. Ja, wil hem heel simpel naar de andere kant spelen. Daar zit een voet van Saibari tussen. Sambo. Thomas. Goede bal nog naar Sambo. Kjölle. Die gaat het zelf doen, Kjölle. En de redding van Hobie Verhulst. Ja, wel veel tijd om die bal aan te nemen, Kjölle. En Verhulst die zich gelukkig voor hem ook nog even positief kan onderscheiden. Zoals hij dat eerder in de eerste helft ook al deed op die poging van Ledesma van afstand. Dreugen vindt het mooi geweest. Blijdschap bij de spelers van Jong PSV, begrijpelijk. Want zij herstellen zich het beste van de 6-1 nederlaag. Namelijk met een 4-1 overwinning bij Jong AZ. Dankzij drie doelpunten van deze man, Ismaël Saibari.